Goedemiddag, het is 6 uur en ik ben Ingeloe Stol. NOS op 3. Het is vandaag 19 december, de eerste dag van Serious Request 2016 hier in Breda. DJ's Frank en Domien zitten hier sinds gisteravond in het Glazen Huis. Ze zitten hier tot 24 december zonder eten. En ze doen dit allemaal om aandacht te vragen voor slachtoffers van longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie. Het Rode Kruis helpt daarbij. Veel mensen bezoeken de grote markt in Breda om geld te geven en de DJ's te steunen. Zelf heb ik 10 euro gedoneerd om dit nieuws op te nemen. Want ook ik sta achter de slogan: laat ze niet stikken. Dit was het nieuws van NOS op 3.